Slaap jij op je buik of op je zij of misschien op je rug? Vandaag in deze video gaan we het hebben over slapen op je buik en waarom dat niet goed voor jou is. En denk jij nou na de uitleg van hoe ik wil echt niet meer op mijn buik slapen, hoe leer ik dat nou af? Geef ik je daar een tip voor? En lukt dat afleren nou helemaal niet? Dan nog twee mogelijke manieren om toch op je buik te blijven slapen. Herken je dit? Blijf dan vooral kijken tot het einde. Ons hart pompt bloed rond in ons hele lichaam, ook naar de hersenen. En als het hoofd dan helemaal opzij gedraaid is, dan komen de bloedvaten in de hals wat beklemd te zitten, waardoor de circulatie minder goed is als dat het hoofd recht naar voren is. Voor in het lichaam gebeurt een hoop. De borstkast zet uit bij iedere ademhaling die we doen. En ook de organen hebben ruimte nodig om goed te functioneren. Lig je nou op je buik, dan ligt dat allemaal wat in de beknelling en gaat het allemaal wat lastiger. Als je de hele nacht met je gezicht op een kussen ligt, dan kan je je voorstellen dat de doorbloeding in je gezicht minder wordt. En daarvan gaat de elasticiteit weg uit de huid. Gevolg rimpels in je gezicht, in je hals en in je décolleté. Omdat je je hoofd naar één kant draait, worden aan de ene kant spieren langer en aan de andere kant korter. Maar ook zenuwen verdraaien en gewrichten. En niet alleen in je nek, maar ook soms in ellebogen of in je knieën of in je voeten. En vaak word je dan 's morgens wakker met stramheid of pijn. Als je op je buik ligt, heeft ook je onderrug veel te verduren. Eigenlijk lig je met een soort van holle rug in bed. En vooral ook als het matras nog zacht is, zakken de heupen nog dieper het matras in en wordt de holling in de rug nog groter. Als je dat zo allemaal hoort, kan ik me voorstellen dat je zo snel mogelijk dit wil afleren. Hoe ga je dat nou aanpakken? Door ervoor te zorgen dat het op je buik liggen en niet meer fijn aanvoelt. Bijvoorbeeld door een tennisbal in een panty te doen en om je heen te knopen met de tennisbal voor op je buik. Rol je dan op je buik, dan ligt dat niet lekker en draai je snel weer terug. Of je gaat van die ouderwetse krulspelden kopen en die naai je aan je pyjama vast. Draai je dan op je buik, dan lig je op al die vervelende krulspelden en draai je hopelijk weer snel terug op je zij of op je rug. Weet je trouwens dat het wel zeker 21 dagen zal duren voordat je lichaam hier aan gewend is? Hou dus vol en denk niet na een week, dat lukt me nooit. Mocht het nou niet gelukt zijn om het af te leren, dan zullen we moeten leren hoe we beter kunnen liggen. Gebruik als eerste een massagekussen waar we zo meteen met het hoofd op kunnen liggen. Gebruik een klein kussen voor de voeten en de knieën. Die kunnen we dan ontspannen op het kussen leggen. En als laatste gaan we een wat groter kussen gebruiken om onder de buik te liggen, zodat we niet met die holle rug liggen. En dat ziet er dan als volgt uit. Mijn voeten liggen ontspannen op het kussen. Mijn buik ligt op het kussen, zodat mijn rug ronder is. En ik kan mijn nek recht houden door in het kussen, het massagekussen, te gaan liggen. En je armen kun je of langs je neerleggen of laag naast het hoofd en de schouders. Niet te ver naar boven, want dan voel je weer heel veel spanning in de schouders en krijg je daar weer pijn. Op deze manier kun je in een neutrale houding ontspannen liggen. De tweede manier hoe je eventueel zou kunnen liggen. Ga niet met je hoofd op een kussen liggen, want dan gaat je nek nog verder naar achter, dus dan zijn er nog meer vervormingen in het lichaam. Maar je kan het kussen wel gebruiken om het hoofd te ondersteunen. Dus als ik met mijn hoofd net van het kussen af zou rollen, dan hoef ik mijn hoofd niet zo ver te draaien om hem neer te leggen. Want zonder kussen moet ik best ver draaien met mijn hoofd. En als ik van het kussen afrol,
Dan hoeft mijn hoofd minder te draaien en krijgt het steun van het kussen, waardoor ik veel ontspannender lig. Als ik mijn schouder nu nog wat omhoog zou kunnen brengen, dan zou er nog meer verdraaiing uit mijn nek weggaan. En dat kan ik realiseren door een kussen te pakken die ik onder mijn schouder leg en mijn arm sla ik daar omheen. Dus de achterkant van mijn hoofd wordt nu ondersteund door het bovenste kussen en mijn schouder komt een beetje omhoog door het tweede kussen, waardoor ik nog iets comfortabeler lig. Ondertussen wordt mijn hoofd ondersteund door het kussen en mijn schouder komt wat omhoog door het tweede kussen, maar de holling in mijn rug, die is er nog steeds. Als ik nou mijn been als laatste nog wat omhoog breng, dan voel ik ook dat de holling in mijn rug neutraal wordt. Nou, en op deze manier kan je toch op een zo ontspannen mogelijke manier in bed liggen. Zo, dan was het alweer voor vandaag. Ik had niet gedacht dat er zoveel informatie te delen was over dit onderwerp. Daarom heb ik zijlig en ruglig maar als apart onderwerp gekozen om volgende week en de week daarna mee aan de slag te gaan. Dus ik hoop dat je dan weer kijkt. Wil je geen video van mij missen? Dat kan, word gratis lid van mijn YouTube kanaal. En als je het belletje aanklikt, krijg je dus inderdaad iedere week een signaal. Voor nu zeg ik tot de volgende keer. Dag!